carnaval, wat dat betekent voor Zwaag. Ik denk dat het carnaval voor Zwaag een enorme impact heeft. Zwaag leeft er tegen die tijd enorm naartoe. Want dat is een gemeenschapsfeest wat zijn weerga niet kent. Ik denk dat wij hier in West-Friesland toonaangevend zijn wat de carnaval betreft. En dat hopen we in lengte van dagen te blijven doen. En dat is ook zo met de gemeente Horen, met de uitbreiding. Dat je gaat zeggen, ja jongens, zal dat de optocht kunnen beïnvloeden? En dat zouden wij zelf als carnavalsvereniging Het Masker van Zwaag niet leuk vinden. Maar dat betekent het voor de gemeenschap. Met carnaval hebben we een wagen gemaakt. En dan hadden we dus over dat ze hier zo gingen bouwen en zo. En we hebben heel veel, een soort enquête. Het was dan een grap, zeg maar bij iedereen was er eigenlijk tegen. Dus dat was, het is eigenlijk zonde gewoon. Misschien is het ook een voordeel dat je juist dicht bij de Deen zit. Zodat de mensen toch even die stap maken om hier naar binnen te gaan. Maar dat zie je toch echt dat mensen speciaal hier een brood halen. En daarna eventjes doorgaan naar de supermarkt, naar Deen. Van 1927 af ben ik melkboer. Ik heb altijd verschrikkelijk voor genoten langs de weg. Want dat, ik vond het een mooi showtje. En de mensen waren blij. Maar ja, het was wel. We hadden 4 melkboeren waren er hier. En 7 bakkers. En, het was. Het was eigenlijk armoede, verschrikkelijk armoede, het hele dorp. Het leuke aan Zwaag is dat we in een dorp wonen, een hecht dorp, en dat we toch het comfort hebben van de stad. Ik zou best wel in mijn hele leven willen wonen. Ja, en jij? Nee, ik zou niet in Zwaag willen wonen. Ja, wat missen wij in Zwaag? Wij hebben natuurlijk de hele wereld veranderd. En wij hebben natuurlijk wel een mooi cultureel centrum. Er was vroeger een bibliotheek bijvoorbeeld ingevestigd. Die zijn natuurlijk kwijtgeraakt. Het heeft krap gestaan dat we zelfs het cultureel centrum kwijtraakten. Maar gelukkig zag de gemeente dat op tijd in. Dat toch bewaard moest blijven. Dan is er een grote behoefte aan huisvesting voor oudere mensen. Ik denk dat dat wel een belangrijk punt is voor de gemeente, om daar eens aan te denken. Wat betekent de fanfare Sint-Cecilia voor mij dan? Nou, dat is natuurlijk ook weer zo'n club van mensen die iedere week bij elkaar komen. Die dezelfde hobby hebben. Wel heel veel kindjes die uit Zwaag komen, maar er zijn ook kindjes bijvoorbeeld uit Wognum, uit de Kersenbalgaard, uit Risdam, dus ja, eigenlijk overal vandaan. Ja. Als we gaan sporten, net als vandaag, zwemt Kasper en dan zit ik te paardrijden. Dan moeten Kasper en ik 2 broodjes eten. Wat vind ik van Zwaag? Ja, eigenlijk wel heel gezellig. De mensen die hier in de buurt dus ook wonen, kijk, die zeggen me allemaal gedag. Dus ik heb zoiets, het is wel heel, echt een dorpje in principe. In Amsterdam had ik ook al kinderen wonen. Hè, maar het trok me toch wel aan om in in zo'n dorpje te gaan wonen. Ook al omdat ik het al kon, de dorpje. Ik weet niet wat de toekomst zal geven, maar ik denk in de toekomst zal die hier ook wel goed verzorgd worden. Want er is hier verpleging ook bij, aan de andere kant. Ja, er wordt hier veel gedaan. Klaviersen om te beginnen. Koersbal, ik weet niet of u daar wel eens van gehoord hebt. Alles wat hier inkomt aan nieuwe bewoners, dat moet boven de 80 wezen. Of dat moet eigenlijk gekreukeld wezen. Ja, dat kun je wel zeggen. Anders komen ze hier niet meer in. Het wordt zo langzaam, begint het een verzorgingshuis te worden hier. Liefdewerk Oud Papier. Dat is een vereniging die ongeveer al 80, 90 of misschien wel al 100 jaar bestaat. En wij halen dus om de 14 dagen ons oud papier op met ongeveer 30 à 32 vrijwilligers. Die dus om de 14 dagen dus het oud papier ophalen. Die centen worden dus weer verdeeld onder de verenigingen die een aanvraag doen.
hier in Zwaag. Iedere vereniging die krijgt zelfs een deel als je maar een aanvraag doet. Iedereen kent iedereen en dat is juist het mooie ervan, vind ik. Ze zijn aan Diekert van Zwaag begonnen. En over een jaar of vijf zijn ze op het eind. En dan zijn we gewoon al het agrarische gebied zijn we kwijt. Ik werk zelf ook in het fruit, dus het blijft gewoon zonde. We hadden nu alleen een stuk kassa over en dan mis je toch het buitenleven. Iedereen wil wonen, dat staat gewoon voorop. En ik vind de weinige stukjes groen die we hier nog hebben, daar moeten we gewoon heel zuinig op zijn. Ja, waar nu de Oostergouden heen loopt, ja, daar ligt echt mijn hele jeugd. elke keer als ik er langs rijd, dan denk ik van ja, hier was het. En dat klinkt misschien raar, maar dat is ook gewoon zo. Hier was het. Mijn moeder die heeft daar nog een leuk borduren stukje van gemaakt. En dat hebben we daar boven opgehangen. Vraag 1956 tot 1978. Ja, er staat op de achterkant staat een versje en dat eindigt met vergeet dit fijne plekje niet.